Fucka people, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van What the Fooks! Woo! Party! Maar jongens, ik ben terug! Wow, ik weet niet of het licht zo goed is. Sorry als het licht niet goed is. In ieder geval, na een jaar, took me a long time to be here, but I'm back! Ik hoop dat ik back ben, want ik hoop dat ik het een beetje ga volhouden. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik dus iets superleuks doen. Vragen beantwoorden zoals ik het vroeger dacht. Zoals ik het nu denk. Dus een soort van old versus nieuw dingen. Ik heb best wel veel vraagjes gekregen en ze zijn allemaal leuk. Dus let's get to it! We gaan beginnen met muziek. De allereerste is mijn muzieksmaak. En vroeger was mijn muzieksmaak, nou ja, eigenlijk echt vroeger luisterde ik helemaal niet zoveel muziek. Toen luisterde ik zeg maar de cd's die we hadden. En dat was dan Kinderen voor Kinderen. K3, 538 top 100 van het jaar. Dat soort gebeuren. Maar een soort van in groep 8. De eerste een beetje luisterde ik de top 40. En nu is mijn muzieksmaak echt letterlijk. Het is heel sad. Maar letterlijk boybands. Het enige wat ik de afgelopen tijd heb geluisterd. En dat was trouwens Quarantaine. Kijk, ik denk dat de meeste van jullie dit gewoon kijken als het nog quarantaine is. Maar voor de mensen die hier zo opeens 5 jaar later even aankomen kakken. Hey, hoe is het daar in de toekomst? Ik hoop dat het leuk is. Maar dit was dus in quarantaine. Toen, nu luister ik dus alleen maar. Why Don't You? Ik heb eigenlijk niet zo super veel geluisterd. Maar One Direction, Jonas Brothers heel veel geluisterd. Big Time Rush, omdat ik dat terug aan het kijken ben ik dat ook veel gaan luisteren. Ik ben nu de laatste tijd wel Niall Horan ook een beetje aan het luisteren. Maar het is dus echt boybands. Favoriete artiest. Vroeger was mijn favoriete artiest. Ik vond Martin Garrix op een gegeven moment heel goed. Ik heb nooit echt een favoriete artiest gehad. Ik luisterde gewoon altijd wat er in de top 50 stond. En nu is het... Het is in ieder geval het boek van Why Don't We. Oftewel, Why Don't We. Favoriete band. Oké, nou ja, nu is het dus Why Don't We. Ik bedoel, dat heb ik net gezegd. En vroeger, ik weet niet of veel mensen jullie dit kennen, maar Zomaar. Dat was een Nederlandse band van Bart, Robin en Thomas. Thomas is nu die presentator die aan Temptation Island heeft meegedaan, Thomas Cox. Nou, en die andere twee zijn nu dus een duo samen, heet een band en daar maken nog steeds muziek, video's, ziek leuk. Maar vroeger waren ze dus met z'n drieën een boyband, denk ik, Zomaar. Maar, en het is serieus best leuke muziek wel. Oké, we gaan naar het tweede onderwerp en dat is Humans. Zie je ergens in beeld zo, wee. Eerste is meest recente ex. Nou ja, nu is dat Bas. Hey Bas, ik denk dat je dit kijkt. Bas en ik zijn nog steeds gewoon heel goed bevriend, dus dat is allemaal helemaal prima. En vroeger, mijn allereerste ex, dat was Casper. Ik weet niet of Casper dit kijkt. Maar met hem had ik op de basisschoolverkering. En dat was in begin groep 8. Was mijn hart gebroken, jongens. Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Het was een zeer moeilijke tijd. Maar ik ben er overheen. Nee, maar hij had het wel uitgemaakt trouwens. Maar nee, dus dat was basisschool, verkering. Dat... Nee. De volgende vraag is celebrity crush. En vroeger was dat, denk ik dat dat Kendall was. Foto van Big Time Rush. Kijk hoe cute hij is. En hij zat in Big Time Rush, wat echt fantastisch was. En hij was zeg maar de populaire groep en hij had een vriendin, weet je. Zij waren Joan Kendall, super cute. Dus dat. En jongens, nu is het Joshua Bassett. Hoe kan je zo cute zijn? Oeh, ik heb de hele tijd niet in de camera gekeken. Ik weet niet of dat erg is. Oeps. Nou, dan gaan we het vanaf nu doen. Haha. Hoe kan je en knap zijn en goed
muziek kunnen maken en kunnen acteren. En zo cute zijn. Oké, hij speelt dus in High School Musical, de musical series. Ik zag gewoon hem op die voorpagina zo en ik dacht... Oh my god. Jij bent zo cute. Hoe kan je zo cute zijn? Ik snap het niet. Ik vind hem echt fantastisch. In Voer die Vraag is de type jongen. En dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want het moet eerlijk zijn van de jongens die ik ooit leuk heb gevonden... zijn zeg maar 90% van de tijd blond. Dus dat is een dingetje. Blond is vaak ook blank. Maar ik heb nooit iemand die zeg maar getint is leuk vond. Niet racistisch bedoeld. Dat is gewoon mijn smaak. Sorry jongens. Dus nee, blond is altijd al geweest. Blond, we houden nog blond. Dat is de uitleg. Crush, dat is gewoon normaal. Nou ja, vroeger had ik er dus niet echt één. Ja, I guess Casper dan. En nu jongens... De Instagram van Magisterboy is gevonden. Dus ik ben even heel blij. Hij is zo cute. En ik ben dus achtergekomen dat hij dus in de buurt van mijn opa en oma woont. En nu cirkels rond. Oké, en de volgende twee vragen gaan over films en series en zo. Mijn favoriete serie en zo. Nou, ik denk dus dat dat vroeger Big Time Rush was. Big Time Rush was zo leuk. En nu ben ik het dus aan het terugkijken. En nu is mijn favoriete serie 100% Friends. Het is zo leuk. Zo goed. Zo grappig. Dat. En dan hebben we nog een vraagje. En dat is fandom. Fandom. Nou ja, dat is gewoon waar ik allemaal fan van ben, I guess. Vroeger was het, nou ja, vroeger groep 8. Was het Enzo Knol. Enzo Knol was echt een huge ding. In ieder geval dus Enzo was echt het grootste ding. En dus zomaar. Vond ik heel leuk. Nu is het Calvin, maar dat is vooral omdat ik hem gewoon heel leuk vind. En zoals ik in eerdere video's had verteld, hij volgt me en mijn fanaccount. En even video's kijk ik wel nog steeds, maar ik ben wel minder fan van hem dan eerst. En nu is natuurlijk mijn grootste fandom ding, is Way Don't We 8. Ja? Oké. Okay. Ja. Nu moet ik eten. Ik hoop dat het licht zo meteen hetzelfde is. Anders ben ik fucked. Alrighty, I'm back. Oeh, ik had een ongelukkige vraagje overgeslagen. En dat was favoriete film. Oh, oké, dit kennen dus echt niet zoveel mensen. Maar dit is dus echt een van de... Het is eigenlijk een televisieserie, maar ik keek het dan alleen maar qua die films. Maar dit is zo leuk. Rocket Power. Ik weet niet of jullie dat kennen. Volgens mij is het zeg maar voor eigenlijk net iets ouder dan ik ben, soort van. Maar Rocket Power is zo ziek leuk. Dus die films keek ik dan heel vaak. Ik weet wel dat nu, ik weet nog niet per se, maar bij mij is mijn favoriete film vaak dat ik hem gewoon heel vaak heb. Nee, mijn favoriete film is Frozen. Frozen 2 dan, of eigenlijk. Die heb ik nog niet zo super vaak gekeken eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Maar die vind ik wel echt fantastisch. Welke film ik het allervaakste denk ik ooit heb gezien is Footloose. En dan de nieuwere versie. Hier heb je een fotootje in beeld, deze. Deze film heb ik denk ik niet overdreven minstens 30, waarschijnlijk 50 keer gekeken. Deze film vind ik zo fantastisch. Het is een dansfilm, dat is nog zeg maar ook nog te dans en liefde. Het is letterlijk perfect voor mij zeg maar. Oké, en dan gaan we naar wat vraagjes over toekomst dingetjes. En de eerste is mijn droombaan. En dan gaan we echt eventjes typisch, echt letterlijk mijn droombaan. Vroeger, jongens, dit is echt een bijzonder ding. Ik wilde van mijn 4e tot mijn 9e clown worden. In een circus. Ik wilde in een circus werken en ik wilde clown worden. En ik heb hier een spreekwoord over gehouden. Ik heb dit in vriendenboekjes geschreven. Het is echt, het was serieus mijn droom. Ik wilde echt clown worden. En nu... Mijn droombaan, echt mijn, wat ik zeg maar dat is gewoon best onrealistisch, maar wat mijn droombaan is, is denk ik actrice. En dan gaan we naar de tweede deel van deze vraag en dat is wat wil je later worden? Vroeger was het dus clown, nu is het dus mijn droombaan is actrice, wat ik later wil worden. Ik wil dus iets in de acteerwereld, dus regisseur lijkt me ook echt leuk, regisseur, ik weet niet wat dat dan heet. Ik heb dus ook laatst gedacht dat een presentatrice me ook echt serieus heel leuk lijkt. Als ik wat meer de serieuze kant lijkt me politiek ook best wel lachen. Dus een eigen partij of iets in die richting.
En mijn, zeg maar, meest realistische droom dan wel, want ik vind het wel echt leuk, is psychologen. Wat wilde je vroeger heel graag doen versus nu? Ik weet niet precies wat de bedoeling... Ik denk misschien een soort bucketlist of zoiets. Ik weet het niet, weet ik veel. Wat ik nu op mijn bucketlist bovenaan staat, is met een parachute, ja, ga niet de grappen maken, uit een vliegtuig springen. Dat lijkt me zo dan toe vet. En ik weet ook, ja, het is allemaal best wel gevaarlijk. Weet je, het kan fout gaan, je kan doodgaan. Maar oh my god, oké, ik heb er ook iets gekregen. Hoe denk ik dat ik ben op mijn 18e? Want hoe ik daar vroeger over dacht, ik denk dat ik vroeger gewoon dacht dat als ik 18 ben, dat ik een vriendje had. Dat denk ik dat ik dat dacht. Dat ik aan het studeren was, I guess. Dat ik mijn school had afgerond. Gewoon de normale dingen. Eigenlijk weet ik niet. Want eigenlijk is dat ook wat ik nu eigenlijk hoop. Een vriendje, dat weet ik natuurlijk niet. Oké, mijn favoriete bezigheid. Ik denk vroeger met vriendinnen spelen. En wat nu mijn favoriete bezigheid is, eigenlijk wel nog steeds hetzelfde is. Gewoon met vriendinnen afspreken. Het volgende onderwerp is... een school. De eerste vraag is... haal ik goede of slechte cijfers? En vroeger haalde ik goede cijfers en nu haal ik goede cijfers. Het is wel, zeg maar, hoe je hier gegaan. Maar wel nog steeds gewoon goede cijfers. En mijn hoogste en laagste cijfers. Vroeger was dat, ik denk, een 10 en een 7 of zo, I guess. Nee, dat is niet waar. Ik heb een groep 8, heb ik voor een natuurtoets heb ik een 5,5 gehaald. En toen moest ik huilen. Zielig ik. En nu is het een 10 en een 5,4. Ik heb één keer, jongens, I'm so proud of myself. Ik heb nog nooit een onvoldoende gehaald. Behalve één keer heb ik een 5,4 gehaald. En die kreeg de hele tweede klas op dat moment een herkansing. Omdat het gemiddelde zeg maar een 4,9 was of zo. Dus de enige keer dat ik een onvoldoende heb gehaald. Ik weet ook niet precies hoe. Ik weet ook niet precies waarom. Maar ik ben wel trots op mezelf. Dank je. Dank je voor het applaus. En het volgende is mijn motivatie voor school. Vroeger was die er wel. Ik vond de basisschool echt wel leuk. We hadden allemaal plusklasjes en zo. En dan kreeg je gewoon best wel leuke opdrachten. En op zich vond ik schoolwerk ook nooit zo super erg. Ik vond het altijd best oké. Nu, ik zit nu in de vierde. Dus ik heb net wel zeg maar, mijn vakken gekozen. En dat vind ik wel fijn. Want nu heb ik wel echt wel alleen maar vakken die ik wel leuk vind. Dus dat is fijn. Maar mijn motivatie echt op dit moment, dus in quarantaine, is wel best wel op zich best laag. En de volgende is mijn lievelingsvak. Ik denk rekenen. Rekenen vond ik heel leuk. En we hadden op onze school een plusklasje en dat heette zilver. En dat vond ik wel het leukste, denk ik. Maar ik weet niet of het vak is zilver. Maar nee, zilver dus. En nu is mijn favoriete vak... Ik heb wel sinds de eerste... heb ik Latijn al leuk, ik doe gymnasium, dus ik heb zeg maar Latijn en Grieks. Ik vind wel sinds de eerste serieus Latijn al leuk. Ik vind het wel minder leuk, maar ik vind Latijn nog steeds wel heel leuk. En ik heb wiskunde B en wiskunde D. En dan vind ik wiskunde B echt best wel ruk, zeg maar. Wiskunde D vind ik dus dan weer wel heel leuk. Dus ik denk één van die twee. Of Duits. Duits vind ik ook nog leuk. In de volgende categorie is... reizen. En de eerste vraag is mijn favoriete reis. Vroeger was dat denk ik Zuid-Afrika. Ik ben 4 keer ergens in Afrika geweest. Waarvan 3 keer met mijn moeders familie. En 1 keer met het gezin. En dat zijn wel de vetste reizen die ik ooit... Ja, wel, en ik ben 1 keer in Vietnam en Cambodja geweest. En zeg maar die buitenlandse, buiten Europa reizen. Dat zijn wel de vetste reizen die ik ooit heb gemaakt. Ik denk dat ik vroeger Zuid-Afrika het leukste vond. Ik denk nu mijn favoriete reis. Ik denk ook iets, misschien Zuid-Afrika of Zanzibar. Vond ik ook heel leuk. Dat is een eiland bij Tanzania in de buurt. En favoriete vakantieland? Ik denk dat vroeger Italië was. En ik denk dat dat nu Italië is. Maar nu zijn we daar dus al best wel lang niet meer geweest. En nu wilde ik dus dit jaar heel graag naar Italië. En ik was echt zo van, ja, dan gaan we van Zweden naar Italië en doen we dat eindelijk weer. En toen kwam corona en ja, nu kan je niet echt naar Italië. In welk land zou ik lopen? Waarom is dit zo moeilijk? Hoe? En
En de volgende vraag is, in welk land zou ik wonen als ik niet in Nederland zou wonen? Ik denk Duitsland. Puur omdat het gewoon best wel erg op Nederland lijkt. En ik vind Nederland, nee, Engeland. Oh, nu vind ik het moeilijk worden. Ik denk een van die twee. Ik denk Duitsland omdat het gewoon heel erg, best wel erg op Nederland lijkt. En ik vind Nederland gewoon leuk om te wonen. En Engeland, ik ben nog nooit in Engeland geweest. Maar Engeland lijkt me wel echt best wel gewoon cool. Lijkt me ook gewoon die scholen daar en zo. Weet je, die universiteiten ook. Lijkt me best wel nice. Dus ik denk een van die twee. Tim, ik heb een random vraagje tussendoor. Wie is je favoriete voetballer? En vroeger was dat waarschijnlijk Messi. Omdat ik ook niet echt andere voetballers kende. En nu is het Frenkie. Zie je het zo? Ik weet het niet, misschien is het verkeerd om. Maar dit is Barcelona shirt van Frenkie. De echte, ik ben zo cool. Whatever. Maar nee, Frenkie de Jong. Kijk, weet je wat het ook met dit ding is? Ik vind Frenkie helemaal niet de beste voetballer. Maar ik vind hem serieus gewoon, hij is zo'n leuk persoon. Je kan hem niet haten, je kan hem niet leuk vinden. Hij is zo lief. Maar hij is vooral ook heel lief met Mickey samen. Ik vind hem gewoon heel leuk. En dan het volgende thema is eten en drinken. Eerste, wat is mijn favoriete en wat is mijn vieste eten van vroeger en nu? Vroeger vond ik het vieste eten. Maar deze vind ik nu nog steeds niet lekker. Maar wij hebben in onze familie, wij eten dus nooit aardappelpuree. Want oh my god, dat is zo ranzig. Ik vind het echt niet te vreten. Favoriete eten vroeger? Pannenkoeken of zo. Mijn favoriete eten nu? Is of wel echt goede pizza. En dan quattro formaggi. Of pasta al forno. Dat is de pasta die mijn moeder maakt. En dat is fantastisch. En mijn vieste eten nu. Is denk ik rookworst. Ik vind rookworst niet tevreden. Ik snap niet waarom mensen dat lekker vinden. Het stinkt. Het is zuur. Het is. En dan hebben we dezelfde vraag. Maar dan in drinken. Dus mijn favoriete en mijn vieste drinken. Beginnen we even met mijn favoriete. Ik denk dat dat vroeger verse sinaasappelsap was. En ik denk dat dat nu verse sinaasappelsap is. Bij avond drinken vind ik dat cola. Ik denk vroeger Fanta, I guess. En mijn vieste drinken, jongens. Ik weet niet of ik dit ooit heb verteld. Maar het allervieste op deze hele wereld vind ik melk. Melk is... Oh my god, ik kan hier gepassioneerd over raken hoe ranzig ik dit spul vind. Oh ja, een hele intellectuele vraag was dit. Pindakaas of chocopasta? Sorry als ik mensen hier zo mee beledig. Ik hou dus niet van Nutella. Omdat ik niet van nootjes hou. Ik hou dus niet van hazelnoot. Ik hou niet van pistachenoot. Ik hou van al die dingen. Ik vind die lekker. Dus zeg maar, die chocopasta had ik dus... Nou, op zich vroeger had ik nog wel duo Benotti best veel. En daar zit in het bruine deel zit wel ook hazelnoten. Dus ik denk vroeger dan zeg maar die chocopasta of witte chocopasta. Witte chocopasta heb ik ook heel veel gegeten. Ik denk dat ik nu pindakaas zou zeggen. Omdat pindakaas, ik eet pindakaas met honing, pindakaas met jam, pindakaas met chocopasta, pindakaas met witte chocopasta, pindakaas met hagelslag niet te vergeten. Pindakaas kan bij zoveel dingen kan pindakaas er zeg maar bij. Dat is een soort van, dat kan chocopasta niet overtreffen. Oké, en dan hebben we nog eventjes de kleding en haar of uiterlijk. Mijn stijl van vroeger en nu. En vroeger was mijn stijl echt letterlijk jongensachtig. Gewoon jongenskleding. Mijn kledingkast bestond echt voor een groot deel uit jongenskleding. En nu is het, I guess, van alles wat. Ik vind van alles wat vind ik een mooie verwoording. En dan is de volgende vraag, is mijn favoriete kledingstuk. Want van vroeger weet ik het wel. Een roze kanten vestje. Echt fel roze was die. En dat heb ik heel veel gedragen. En nu, dit is wel een van mijn favorieten. Dit is mijn Mickey Key trui. Dat is dus van de vriendin van Frenkie. Dus dat zo op de mouw staat Try the Impossible in nummers. Ik weet niet, dit kan je waarschijnlijk niet zien. Maar deze truien zitten fantastisch. Maar ze zijn best wel duur. Maar ik had deze dan van de goedkopere collectie gekocht. Maar deze vind ik is echt een van mijn favorieten. Ja, dan doen we maar even alleen maar truien, want de rest weet ik echt niet. Maar dit is allemaal mijn favoriete, mijn white donut zwarte trui. Dit ding is, zit ook zo fantastisch. Het is echt bizar hoe lekker dit zit. En de volgende vraag is mijn lievelingskledingwinkel. Vroeger was het een klein winkeltje in Zeeland. En dat heet Zus en Zoon.
En dat verkochten ze allemaal kleding van retour. Dat is ook dat festival volgens mij vandaan heb ik heel veel kleding toegekocht. Als ik in Zeeland was, dan was dat wel altijd, daar kon ik wel altijd iets leuks vinden. En nu is het 100% de H&M, want bij de H&M vind ik al mijn kleding, heb ik al mijn kleding vandaan. Het is gewoon fantastisch voor een niet te dure prijs. De laatste vraag van dit onderwerp is mijn haarstijl. En vroeger... Ja, nee, dit is echt zo niet goed dat ik dit nu ga vertellen. Dit is echt... Vroeger, jongens, was mijn haarstijl 2 staartjes. Dit was wel naar hoekie, maar dit was dan, zeg maar, een soort van hier zo. Het was ook laag. Het waren 2 lagen. Het was ook niet soort van zo wauw, cool, weet je wel zo. En voor de rest gewoon had ik kort haar. Nou, echt niet per se heel kort, maar gewoon tot mijn schouders. Dus vooral of in kleine staartjes deed ik het nog wel eens en dat soort dingen. En nu draag ik het eigenlijk altijd of los of in zo'n staart als deze. Oké, dan hebben we nog een paar random vraagjes. Mijn favoriete boek. Vroeger was mijn favoriete boek Nietzsche. Nietzsche, dat ging over een muis en die had een nietje in zijn oor. En die kwam bij een jongetje en hij kon praten. En dat jongetje dat vond toen een meisje leuk. En toen ging Nietzsche hem helpen om met dat meisje verkering te krijgen. I guess, volgens mij was dat het. De jongen die was niet zo heel erg gelukkig. En dan ging Nietzsche hem helpen om weer gelukkig te worden. En toen werd hij uiteindelijk weer gelukkig en toen kreeg hij volgens mij een verkering met dat meisje. En toen was hij thuis en toen vond hij een briefje van Nietzsche. En toen had Nietzsche erop geschreven dat hij weer naar de volgende zou gaan. En toen had hij geen afscheid van Nietzsche kunnen nemen. Maar Nietzsche, dat boek heb ik heel veel geleend en heel veel gelezen. En nu mijn favoriete boek heet Spelbreker van Cora Carmack. Cora, ik weet niet hoe je het uitspreekt in het Engels. Maar dan is dit de Nederlandse versie, want ja, Engels. Ik ben niet zo goed in Engels. Ik ben niet slecht in Engels, ik ben gewoon niet super goed in Engels. Maar dit boek, dit heb ik... Oh my god, het boek heb ik vaak gelezen. Maar ik lees het ook elke keer weer opnieuw, want het blijft gewoon, zeg maar, leuk. Het gaat over, het is het tweede deel van een serie. Het gaat over Rusk University. En dan is het gewoon, zeg maar, elke keer gaat het over een voetbalmens. Dus American Football. En dan wordt hij en een meisje worden verliefd op elkaar. Maar dan drama en zo. Maar ik vind gewoon elke keer deze boeken... het is gewoon makkelijk weg te lezen. En ik vind het gewoon echt leuk. En de volgende vraag is superpower. Wat wil ik als superpower? Vroeger heb ik eigenlijk geen idee. Waarschijnlijk gewoon vliegen of onzichtbaar worden of zo, dat wil iedereen. Maar nu jongens, nu heb ik dus serieus het perfecte ooit uitgevonden. Ik wil dus kunnen veranderen van gedaante. Oftewel, dan kan ik een vogel worden waardoor ik dus kan vliegen. Dan kan ik bijvoorbeeld een vlieg worden waardoor ik dus bijna onzichtbaar ben en bijna niemand ziet me. Dat is letterlijk perfect. Dan heb ik het allemaal bij elkaar. Een soort Barbapapa. Ik wil gewoon Barbapapa worden. Weet je ook? Ik ben zo slim. En de volgende is mijn favoriete dier. En dit is van de weinige vraag van allemaal die hetzelfde is gebleven. Kus. Het was een olifant. En het is een olifant. Elephant eigenlijk. En dan eindigen we met een zeer diepe vraag. En dat is ben of was je trots op jezelf? Dus... Was ik vroeger trots op mezelf en ben ik nu trots op mezelf. En ik weet niet of ik vroeger trots op mezelf was. Ik denk dat ik best oké gewoon was. En ik was niet trots op mezelf. Maar het was ook nooit dat ik daarover nadacht. En dat ik echt dacht, wow, ik ben zo I'm so proud of myself. En nu ben ik wel echt vaak dat ik dat denk. Gewoon als ik dingen af heb. Of als ik dingen in mijn eentje. Als ik dingen soort van doe. En dan denk ik daarna, wow, dit is best goed dat ik dit heb gedaan. Ik ben zeer trots op mezelf. Het is goed, je moet altijd trots zijn op jezelf als je iets hebt gedaan. Waar je trots op mag zijn, wees ook trots. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Ik heb 50 minuten aan video opgenomen. Hoe lang gaat deze video duren? Kortom, van mezelf soms. Super bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. I'm back after a year. Mijn kamer is bijna af. Die kant van de muur heb ik een hele groene muur waar ik nog allemaal foto's op ga hangen. En ik ga nog een nieuw bankje krijgen. En then my whole room is af. En dan weet ik niet. Ik ben nooit echt zo van de room tour, house tour dingetjes. Maar als jullie even willen laten weten of jullie dat leuk vinden of niet. Als je het niet leuk vindt, dan is het ook alleen maar fijn. Want straks maak ik een hele video op precies veel tijd aan besteed. Vinden mensen het niet leuk? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik hoop dat ik nu gewoon wat regelmatiger kan uploaden. Sowieso, laat ideeën achter in de comments. Want dat is de hele reden waarom ik zo lang niet heb geüpload. Is omdat ik
letterlijk inspiratieloos ben. Ik ben niet zo creatief. Ik weet gewoon niet zoveel dingen. Ik kan niet zoveel dingen bedenken. Dus als je leuke ideetjes hebt, let me know in de comments. Ik hoop jullie er snel weer te zien. Abonneer je beneden. Druk op de like button als je het leuk vond.